In onze serie Gesprekken met de burgemeester ontvangen we deze week de burgemeester van Oegstgeest in onze studio. Welkom Emiel Jens. Hartelijk welkom. Jullie staan aan de vooravond van, de een noemt het geloof ik het feest van de democratie en de ander heeft er misschien toch wat meer moeite mee, want het is een zwaarlijvig stuk, de begroting van de gemeente voor volgend jaar. Vorig jaar was er heel veel over te doen. Klopt het nou dat het nu wat rustiger lijkt te zijn? Het is altijd lastig om voorspellingen te doen als burgemeester, want de raad bepaalt. Ja. In november gaan ze hierover vergaderen. Maar ik heb het indruk dat hij iets armer is als het gaat over conflicterende belangen. Ja. Vorig jaar hebben we heel veel bezuinigingsvoorstellen voorgelegd. Dat gaf ook beroering in de maatschappij. Er kwamen heel veel insprekers. Ja, precies. De raad vond daar ook wat van. En uiteindelijk zijn een aantal bezuinigingen teruggedraaid. En als je kijkt naar dat soort zaken, zoals bezuinigingen, dan zitten die nu niet zo massaal in deze begroting. Nee. En hoe kijkt u nu naar de financiële staat van het dorp? Ik vertolk hier uiteraard ook de stem van onze wethouder, Kees Oudendijk. En voor 2025 ziet het er goed uit. Stabiel, uiteraard in balans. Ook 26 zitten we nog met een lichte plus. Maar ik zeg er ook gelijk bij, wel donkere wolken vanaf 27. Ja, dat geldt eigenlijk overal, hè? Ja, waarbij ik wel wil aangeven dat Oegstgeest het denk ik wat zwaarder heeft dan bijvoorbeeld een gemeente als Leiden. Vanwege een korting die toegepast wordt op gemeenten die een wat andere bevolkingssamenstelling hebben. Mm-hmm. En die korting zorgt er toch voor dat wij veel minder gaan krijgen vanaf 2027. En dat tikt door ook de jaren daarna. Ja. En dat vraagt wel om serieuze bijsturing. En wat betekent dat dan in praktijk? Echt bezuinigen op allerlei zaken? Ja. Dan moet je uiteraard eerst naar je inkomsten kijken. Maar wij zitten als het gaat om het ophalen van de onroerende zaakbelasting redelijk maximaal. Ja, want dat hebben jullie vorig jaar al behoorlijk verhoogd natuurlijk. In 2024, ja. Ja. Dus daar zit ook een maximum aan. Wij hebben nog geen betaald parkeer of dat soort zaken. Dus het zal vooral ook zitten in het beteugelen van uitgaven. En dan moeten we heel serieus kijken naar zaken die misschien nu nog niet gesneuveld zijn. Ja. Maar die we in de toekomst weer tegen dicht moeten gaan houden. Tenzij, waar volgens mij ook een hoop gemeenten op hopen, het Rijk alsnog met extra geld over de brug komt. Klopt. En jaarlijks lobbyen we daarvoor. Dat doen we via de vereniging en als gemeente. Ja. Er zijn zo'n 100 gemeenten die een beetje in hetzelfde bootje zitten als waar wij in zitten. Fors gekort. Die hebben eigenlijk allemaal een probleem dat ze heel fors in hun voorzieningen moeten snijden. De vraag is of het Rijk ook dat wil. Hè? Want je krijgt ook een enorme scheefgroei tussen gemeenten. De ene inwoner die net over de grens woont, die zal misschien bepaalde voorzieningen niet meer krijgen. Een ander wel. Denk ook aan armoedevoorziening die we nu zoveel mogelijk gelijk hebben in deze regio. Mm-hmm. Ja, ook daar moet je dan weer naar gaan kijken. Daar zijn we ook in VNG-verband, zoals dat heet, Vereniging Nederlandse Gemeenten, over in gesprek om te kijken of een kabinet op termijn dat nog wil bijsturen. Reageert het nieuwe kabinet al of zijn ze gewoon hier nog helemaal niet mee bezig? Nou, de eerlijkheid gebied te zeggen dat er veel prioriteit op het bordje liggen van het nieuwe kabinet. Ja. Die ook om uitgaven vragen. Denk maar even aan de defensiebegroting. Denk toch ook wel aan, wil je internationaal een deuntje meeblazen? Ik hoop dat zij ook hier aandacht voor gaan schenken. Maar meer dan hoop heb ik op dit moment nog niet. Nee, nog geen signalen uit Den Haag, zal ik maar zeggen. Nee. U noemde hem zelf net, hè? Een van die zaken, dat is geen bezuiniging, maar bijvoorbeeld iets als betaald parkeren, wat hier in Leiden natuurlijk heel normaal is. Is dat iets wat ook eventueel ingevoerd zou kunnen gaan worden of is dat echt ver weg? Dat is ver weg. Allereerst is onze parkeerdruk nog steeds een andere dan in Leiden. Maar we hebben een paar plekken in die grenzen aan Leiden. Ja. En zo gaat dat. Als Leiden betaald parkeer invoert, dan zie je op enig moment steeds meer voertuigen. Op een gegeven moment gaan mensen bij jullie parkeren, ja. Met fietsje achterin. Ja, dus je ziet ook al aan de rand van Leiden, dus in Oegstgeest, blauwe zones. Ja. Maar die moeten wij handhaven. En een blauwe zone, daar heb je niet hele relevante inkomsten op. Dus dan wordt je handhaving ook duur. Maar we proberen het zo lang mogelijk uit te stellen. Ja. Want het is natuurlijk niet een leuk middel. Nee. Even betaald parkeer moet je overigens niet invoeren om geld in te zamelen. Je moet het invoeren om een verdeelvraagstuk goed te doen. Namelijk voor je inwoners en voor je bezoekers. Mm-hmm. En de mensen die komen parkeren omdat je toevallig geen betaald parkeer hebt, die wil je liefst vermijden. Ja. Maar het moet niet veel erger worden. Nee. Dus het is geen melkkoe. Zo zien wij het niet. Nee, maar mensen zien het vaak wel zo, hè? Op enig moment, als je het jaar hebt ingevoerd, dan kan je er ook inkomsten uithalen. Maar je moet het
primair gebruiken als verdeelvraagstuk. Ja. Hoe verdelen we schaarste tussen automobielen en andere weggebruikers? Wanneer begint dit huzarenstukje, de begrotingsbehandeling? Uit mijn hoofd op 7 november. Dus dan komen wellicht ook weer de insprekers op voor hen relevante onderwerpen. Ja, die zijn altijd welkom. Ja. Iets heel anders. Overigens, niet alleen insprekers, ook publiek. En publiek, ja, absoluut. Altijd welkom. Ja, 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 we hebben koffie en iedere maand testen we een ander koekje. Kijk, dus, iedere maand een reden om terug te komen. U bent welkom. Ja. Iets heel anders. Gisteravond hadden jullie een mooie avond op het gemeentehuis over inbraakpreventie. Klopt. Hoe ging dat? Volle bak. We hebben geen echte inbreker gevonden, maar nou ja, de bedoeling is duidelijk, denk ik. Wij hadden een oud inbreker te gast. Ja. Iemand die kijkt door de ogen van de inbreker. Die is op pad gegaan in Oegstgeest. Heeft ook foto's gemaakt. En loopt dan door brandgangen. Kan deuren openmaken. Kan gewoon in garages. Kan trapjes pakken. Kan eigenlijk bij mensen makkelijk naar binnen. Ziet fietsen staan die open en bloot meegenomen kunnen worden. Kan gewoon aan de achterdeur trekken. Ziet sleutels in de achterdeur hangen. Ja. Leeft die overigens keurig netjes aan de voordeur in. Maar ja, wat het probleem is dat we mensen een kans geven, dieven. En dat hebben gisteren heel veel inwoners een spiegel voorgehouden. Mm-hmm. En de meeste inwoners zeiden, ja, je schrik je rot. Ik ben ook wel eens even de deur uit, ben ik weg. En dan doe ik niet alle deuren dicht. Maar dat is precies waar heel veel dieven gebruik van maken van deze gelegenheid. Dus de avond was leerzaam en confronterend dan, denk ik. Ja, maar ook over moderne middelen als cameratoezicht. Hoe zet ik dat in? Hoe zorg ik ervoor dat mijn huis bewoonbaar is, ook als ik weg ben? Hoe gaan we om met een WhatsApp community in een straat? Hoe waarschuwen we elkaar? Hoe spreken we mensen aan die we niet kennen? En dat doen we dan bijvoorbeeld door te zeggen, in ieder geval te groeten. Dan kijk je iemand in de ogen aan, maar je kunt ook vragen, kunt u het vinden? Mm-hmm. En dan maak je toch iemand bewust van het feit dat een ander op je let. Hoe gaat het met inbraken in Oegstgeest? De trend, is die dalend of stijgend? Nu stabiel, dus het betekent weinig inbraken. Maar zeker voor de zomer waren dat er veel. En dan hebben we het in Oegstgeest over tientallen inbraken. Maar ja, zoals we weten, elke inbraak is gewoon een drama op zichzelf. Ja. En zeker als dat in een buurt vaker gebeurt en er wordt veel meegenomen. Ja, dat heeft een enorme impact. Het is volgens mij ook vaak zo dat het dan niet ook om tientallen inbrekers gaat, maar dat als er één inbreker opgepakt wordt, dat het dan ook gelijk zo'n piek weer weg is. Het klopt, wij kunnen patronen herkennen. Ja. Gelukkig ook aan de hand van camerabeelden. En uiteindelijk levert dat ook wel eens op dat we iemand van straat kunnen halen. Ja. En zo'n oud inbreker, zoals jullie die gisteren dan opvoerden, hoe gaat dat dan? Hoe kijken mensen daarnaar? Nou ja, hij ontmaskert zichzelf snel. Ja. Hij vertelt zijn persoonlijk levensverhaal en daarna is hij heel innemend. En kijk je vooral door zijn ogen en hij legt de vinger op de zere plek. En ik denk dat iedereen wel snapt dat hij dat goed doet. Ja. Zaten er ook mensen in de zaal waar hij iets gezien had? Nee. Dat nee, niet. Dat, maar wel in de straat. Ja. Ja. Oh ja, ja. 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 Heeft u het zelf allemaal goed op orde thuis? Ja. Er is altijd heel veel dat je kan doen, hè? Ja. Ja. Wat zijn de belangrijkste lessen voor mensen? Nou, ik zei het al even. Zorg ervoor dat je heel goed hang- en sluitwerk hebt. Maar dat je het ook benut. Ja. En ook dicht doet. Het tweede is de deurbelcamera. Een vrij eenvoudig middel. Maar daar kun je echt behoorlijk veel mee zien. En het derde wat we meekregen is toch bij vakanties. Zorg ervoor dat er gewoon een auto staat. Regelmatig lichten aan en uit. Zelfs een radio kan je gewoon aanzetten. Om periodiek. Als het er maar levendig uitziet. Als je iemand af en toe nog eens hebt die de post weghaalt, is dat ook wel fijn. Want als er veel post in je bus zit en dat wordt zichtbaar, dan kan iemand natuurlijk vrij snel zien. Maar als de buren dan toch de plantjes water geven, haal gelijk even de post weg. Precies. Ja. Ja. Een ander onderwerp, daar hebben jullie echt heel erg lang over gedaan. Hè? Het plaatsen van twee scheve huisjes in Oegstgeest. Wat zijn dat ook alweer, scheve huisjes? Dat zijn plekken waar mensen kunnen wonen die sociaal onaangepast gedrag vertonen. Zoals dat dan heet. Ja, dat kunnen hoorders zijn, dus mensen die verzamelen. Er zitten ook klussers bij, mensen die het leuk vinden om aan fietsen te klussen. Er zitten mensen bij in het zwaar autisme spectrum perspectief. Dus die heel moeilijk impulsen van zich omheen kunnen verdragen. Ja. Die wonen ook in Oegstgeest. Alleen tot nu toe konden we die mensen in Oegstgeest geen plek bieden. En dan gaan ze naar een andere gemeente toe. Bijvoorbeeld naar een daklozenopvang. Terwijl een aantal best ook redelijke zelfstandigheid aan kan. Je moet je niet in een portiek etage laten wonen. Dan hebben acht anderen er ook last van. Maar door ze op een plek te laten wonen die
hun plekje is, haar plekje, krijg je dat ze weer kunnen, een plekje kunnen verdienen. En op het moment dat dat gedrag weer wat beter wordt, want sommige mensen tonen ook wel vooruitgang, ja, zou ze kunnen doorstromen naar een reguliere woning. En zo'n plekje zien we hier, hè? Ja. Twee woningen met hun rug naar de A44 gekeerd. Mensen worden overigens ook geselecteerd dat ze over die huisjes zijn goed geïsoleerd. Maar dat ze in ieder geval geen last hebben van het autoverkeer. Ja. Maar wel met op een redelijk groene plek in Oegschrijst. Ja. Waarom heeft dat nou zo lang geduurd? Er zijn toch altijd wel plekjes te vinden waar je zoiets neer kunt zetten? Ja, het is fijn als het van de gemeente is. En wij hebben niet zoveel eigen grond. Mm-hmm. En iedere keer kom je erachter dat je ook iets anders wil met zo'n plek. En dan lukt dat niet. En ja, ik denk ook soms even wat meer prioriteit geven. Dit college heeft er, ik zeg niet, ook het vorige college had een wethouder die er best naar keek, ja, op de kaart. Maar iedere keer lag er weer iets anders. Er moest weer een brug aangelegd worden voor de toekomst. En dan wil je dat vrijhouden. Je moet er toch een x-aantal jaar moet het beschikbaar blijven. Ja, is dit permanent of een soort semi-permanent? Nee, we doen dat zeg maar eens even voor de komende 5 of 10 jaar... en dan kijken we hoe dat gaat. Dan heeft dit stukje grond langs de snelweg ook niet ineens dat er iets anders moet staan. Ja. En dan moeten we kijken of dat bevalt. En hier wonen nu mensen of komen er binnenkort te wonen? De bedoeling is dat er dit jaar mensen komen. Ze zijn net geplaatst, deze foto's heel vers. Ja? Ja. En daar moet nog elektriciteit of zo aangelegd worden? Of is dat wordt nu aan gewerkt. Dat wordt nu gedaan, ja. En riolering, dat soort zaken. Ja. Nou, dat maakt het dus ook ingewikkeld. Het moet wel in de buurt zijn van een aantal voorzieningen. Ja, waar je op aan kan sluiten. Precies. Ja. En dat was het wel in de buurt, ja. En is het dan één persoon per huisje? Ja. Ja. Dus hier komen 2 mensen te wonen voor de komende jaren? Ja, klopt. Ja. Nog geen ervaring mee? Of heeft Oegschrijst in het verleden ook wel gehad al? Nee, niet in deze vorm. Laten we wel wezen, de psychiatrie is natuurlijk al meer dan 100 jaar onderdeel van Oegschrijst. Zeker, met de geest en ja. Ja, dus we kennen de mensen in het straatbeeld, wel onder, vaak onder de hoede van rivierduinen. Maar laat ik zeggen, onaangepast gedrag is voor Oegschrijst niet vreemd. Nee. En het is dan de wijkagent die een extra oog hier in het zeil houdt of alleen bij signalen? Ja, maar uiteindelijk de binnenvest, dat is wel even goed om te zeggen. Ja. Dat wordt de sociaal beheerder, dus die zal ook selecteren. Die in Leiden ook de dakloze opvang heeft. Precies, en ja, die ook scheve huisjes in andere gemeenten exploiteren. En die houdt een oogje als eerste in het zeil. Okay. Nou, spannend. Ik denk het ook, maar we zijn er ook wel een beetje trots op dat ook dit, Oegschrijst wordt toch altijd als een keurig dorp gezien. Ja. Dit is toch een keurige voorziening? Het ziet er ook keurig uit, precies dat wat ik net zeggen. Dank u wel. Dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. En graag tot een volgende keer.